Ik sta vanmiddag langs het Van Haringsma-kanaal in Leeuwarden. Hier de zon er een beetje door, ook een paar buitjes gaat. En die buien, daar nemen we geleidelijk aan afscheid van. En morgen wordt een hele mooie dag, maar ook een koude noordoostenwind. Vanavond en vannacht, vanavond nog wel een paar buitjes, die trekken geleidelijk aan weg. Vanuit het noordoosten gaat het meer en meer opklaren. En vannacht in het zuiden van Limburg nog een beetje regen, maar ook daar wordt het droog. En dan de temperaturen. Die komen te liggen zo rond min 3 graden in het oosten tot plus 2 of plus 3 graden in de kustgebieden. Ja, vrijwel overal vorst aan de grond. En dat betekent ook kans op plaatselijke gladheid. Dan de wind, die komt uit het noordoosten, zwak of matig. Morgen overdag. We beginnen in de ochtend met het auto eruit te krabben. Daarna volgt zon en veel zon ook. En een temperatuur tussen de 7 en de 9 graden. Maar ook die koude noordoostenwind die matig tot vrij krachtig is. In de avond, in de nacht, nog lagere temperaturen. Daar bedoel ik mee lichte vorst op veel plaatsen tot min 4 in het oosten. En daar grondvorst tot min 8. In de kustgebieden 0 plus 1. Ja, en dan door naar zaterdag. In de ochtend nog auto uit te kramen. Overdag de zon, geleidelijk aan meer bewolking. En de temperaturen 7 of 8 graden. De wind die komt dan uit het westen tot noordwesten. En die is zwak of matig. In de nacht in het noorden een beetje regen. Zondag, maandag en dinsdag droog weer, de zon erbij, vooral op dinsdag heel veel zon en die temperaturen lopen langzamerhand op. Zondag zo'n 9 of 10 graden, op maandag zo'n 10 of 11 graden en gemiddeld 12 graden op dinsdag betekent in het zuiden waarschijnlijk 14 graden. Kijk, dat is lenteweer, dat zijn lentetemperaturen. Hoe het verder komt, morgen veel meer over het weer. Ontmoet, tot morgen.